Bart Herman, wat is voor u de gebeurtenis van 2019? 2019, is de regering dit jaar gevallen? Ja. Dus, ja, hè? Ja, er was niet echt een regering tot voor kort, zeker. Voilà, ja, we zitten daar voorlopig, dus daarom zijn we daar bezig, zodat we nog altijd zonder regering zijn. Ja. Ja. En Trump die er nog altijd is. Maar ja, dat is geen gebeurtenis. Maar voor hoe lang nog? Voilà. Ja. Ik kan op die andere vragen ook nog antwoorden. Wat zal u zeker bijblijven van 2019? Wat zal me bijblijven? Ik denk dat wij in 2019 voor de zoveelste keer weer al een keer zonder grondwater gezeten hebben. Ik weet niet, dat is niet de hand. Persoonlijk dan? Ja, nee, overal. Hè. Dus ja. Dat blijft mij bij om die vaardigheid dat vorig jaar al was. Dus we hebben onze reserve niet kunnen aanvullen. Dus ik zat toch allemaal een beetje naar de verkeerde richting uit. Ja, ja, ja. En is er een periode die je zo snel mogelijk wil vergeten van dit jaar? Ja, eigenlijk de laatste week. Er zijn een paar sterfgevallen in een vrij dichte omgeving. Ja. En ik wil dat niet vergeten, maar ik wil dat het zo snel mogelijk ook voorbij is. Ja, 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 ja. Nou, we kunnen beginnen om rouwen. Ja. Ik weet niet of je veel naar tv kijkt, maar indien wel, wat was er voor jou het beste tv-programma? Ik ben nogal gek van de Cowboys. Dat vond ik... Het was de tweede reeks dit jaar, vond ik echt schitterend. Dat vind ik het hoogtepunt, ja. Okay. Sowieso. Is er ook een programma dat je minder leuk vond? Dat je zegt, ik had er meer van verwacht? Ja, dat is het probleem. Ja, waarschijnlijk, want daar kijk ik gewoon niet naar. Ja. Meestal kijk ik naar het eerste aflevering, als het mij niet echt bevalt. Mm-hmm. Dus dat vond ik slecht. Maar dan kijk ik gewoon niet. Dus echt slecht. Ik denk dat er nog veel slechte programma's gemaakt worden. Van meestal zo dingen dat mij niet onmiddellijk boeien. Ja. En op de radio, is er dan een programma dat je goed vindt? Radio, wat ik zeer goed vind, is de Madammen op Radio 2. En s'namiddags Peter Verhulst, formidabel. Dus die twee blokken vind ik fenomenaal. Is er een nummer die je gepakt heeft, of een cd die uitgekomen is dit jaar, die je altijd zal bijblijven? Niet op het eerste gezicht. Ik heb wel de laatste cd aangeschaft van... Een singer-songwriter John Prine, maar die is in Europa niet zo gekend. Nee, en die vind ik fenomenaal goed. Amerikaanse country-zanger, ja. Ja, ja. Okay. Film? Beste film van dit jaar? Ik ben in grote, volle verwachting van de nieuwe Martin Scorsese. The Irishman, geloof ik. Klopt, ja. Ik heb dat nog niet gezien. En toch die is nu op Netflix. Voilà. Ja. Is het wel? Ja. Kijk, voilà. Ja. Dus zijn ze een paar weken uit in de bioscoop, maar nu kun je hem momenteel al op Netflix bekijken. Dat gaat de beste film zijn van dit jaar. Oké. Wel zeer lang, hè? 3 uur of zo? Mag nog langer zijn. Beste boek? Beste boek. Ik ben een boek aan het herlezen op dit moment van Cormac McCarthy. En dat heet Blood Meridian. Dat gaat over het Wilde Westen, maar... Zoals het echt geweest is. Niet, ja. Niet zoals Hollywood het ziet, maar... Redelijk zwaar. Ja, de ontdekking van het jaar, dat mag een man of een vrouw zijn. Zowel in de muziek, film of politiek of wat dan ook. Ik heb dit jaar geen grote ontdekking gezien. Ja, nee, dat kan. Hè. En voor u persoonlijk, wat brengt 2020? 2020 gaan wij het tweede luik spelen van mijn theatershow. Daar ben ik heel tevreden mee. Hij loopt heel goed en we amuseren ons zot. Dus ik ga spijt hebben dat ik me afscheid van in juni. Ja. En dan beginnen we stilletjes aan te denken aan de volgende theatershow. Dat zijn de hoogte. Daar kan je deel 2 noemen in 2021. Maar het is al een tweede deel. Ah ja, voilà. Dus, of deel 3. Deel 3 dan. Ja. Ja. Goed, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dank u.